Yo mens, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van de Mothership Countdown serie. Hier natuurlijk op mijn kanaal Ras Gaming. Wat wij natuurlijk in deze serie doen, is wij proberen met een bepaald aantal punten van onze class... Zo, er kwam een boer. Met een bepaald aantal punten van onze class een Mothership te halen. Wij hebben dat al gehaald met 10 punten. Wij hebben dat al gehaald met 9, 8, 7, 6, 5, 4 punten. En we zijn nu dus aangekomen om een Mothership te halen met 3 van de 10 punten. Dus hier staat onze class, de ICR 1... Met de stock attachment en scavenger. Dat is alles wat wij op onze class hebben staan. Wij moeten hiermee de mothership halen. Als wij de mothership kunnen halen in dit potje, gaat er een punt vanaf. Moeten wij dus in de volgende aflevering proberen de mothership te halen met de 2 van de 10 punten. Lukt het ons niet om de mothership te droppen in dit potje, moeten wij weer een punt erbij doen. Dus, we gaan het domination 6 tegen 6 potje joinen. Onze specialist is natuurlijk de combat focus, zodat we gewoon snel onze streaks kunnen binnenslepen als we hem activeren. En natuurlijk als score streaks, dat moet ik nog even aanpassen, hebben wij de UAV, de hater en de mothership. Want we moeten die mothership droppen. 1700 punten, oftewel gewoon een ruthless streak moet ik ervoor halen. Dus ik hoop dat jullie gaan genieten van de video. Als je nieuw geniet, dan op die like knop. Bedankt voor alle support en tot en met in een domination 6 tegen 6 potje. Alright boys, zoals je kan zien zijn wij in een domination 6 tegen 6 potje gekomen. Dit gaat, ik zeg het alvast, moeilijk worden. Want we hebben maar 3 van de 10 punten. Dit is echt niet meer normaal. We hebben scavenger, stok en ICR 1. Dit is gewoon niet meer normaal, jongen. Ik heb gewoon helemaal niks meer op mijn wapen staan. Ik heb gewoon helemaal geen clash meer, kan ik beter zeggen. Het is wel lekker 3 kills al. Op zich gaan we wel hard, hoor. Ik meen het. Ik heb ook geen blessed press, dus ik moet niet springen nu, want dan ben ik de lul. Oh my god, ik heb nu al een UAV. Fuck yes. Niet verneuken nu, Jan. Teammate, kom pakken. Teammate, nee! Waarom ik gisteren op basic stond 6-0? Ik had al 720 punten voor de mothership, jongen. Ah, kut. Ah, die speelt ook met de ICR 1. Op zich was het een goed begin, man. Ah, dat is zo jammer dat ik dan dood ging, hè, daar. Ah, shit. Ik heb geen punten gekregen voor de vlag. Oh, shit. Is niet handig. Ik moet hier weg. Ik moet ook heel goed letten op mijn ammo, want daardoor kan ik echt een shaak zijn als ik zo met out of ammo zit en ik heb het niet door. Want ik mag geen wapen van de grond afpakken, zoals jullie weten. Daar zie je dat ik gewoon dingen mis, jongen. Oh, zo lastig. Woe, dit is echt een concentratieserie geworden nu, jongen. 3 van de fucking 10 punten, joh. Doe normaal. Ik heb wel combat focus voor dubbele punten. Dus als we bijna de hater hebben, moet ik die natuurlijk sowieso activeren. Oh, lucky bastard. Er zit 1 knijfrunnertje in. Dus die gozer moeten we ook goed in de gaten houden, hoor. Want die kan je zomaar in één keer door je kop heen knijven. En daar heb je natuurlijk sowieso geen zin in als je voor de mothership gaat. Kom, pak A. Doe het. Ik heb een dubbele punt aangezet, dus nu moet ik snel gaan. Oh my god, mijn teammate killt iedereen. Ik moet nog 1 kill, dan heb ik mijn hater. Oké, lekker, daar is de hater. Oh yes, we gaan dit halen. Als iemand me helpt nu met de safe vlag, heb ik hem. Nog 245 punten. Als mijn teammate wat kills pakken, plus ik heb deze vlag, dan heb ik hem. Dan kunnen we naar de fucking 2 punten gaan, jongen. Nog 25 punten, ik ga het gewoon afwachten. Ik ga hier even campen. Nevermind, ik heb hem al. Mothership binnen. Mothership is binnen, boys. Fucking mothership is binnen. Kijk ons gaan dan. Met 3 van de 10 punten gaan we zo fucking hard. Holy shit. Dit is niet normaal wat we aan het doen zijn, joh. Moet je eens even nagaan. We hebben maar 3 van de 10 punten op dit moment. We kunnen aanpakken, maar er zit nog 1 enemy hier ergens.
Lekker teammate, goed gedaan. Ik wist dat er nog één zat, dus ik bleef heel veel wachten. Oh, we gaan echt hard. Ik heb de moddership gewoon staan, hè, jongens. Oh my god! Ik heb nog een hater met 3 van de 10 punten, joh. Teammate, ik ga je proberen te helpen. Komen ze. Ik heb in ieder geval 1 voor je, ouwe. De rest mag je zelf uitzoeken. Dit is nu al een insane potje. Wauw. Nee. Oh my god. Met 3 van de 10. What the fuck. Met 3 van de 10 punten, dude. Doe fucking normaal. Kijk hoe schade rennen door die hele fucking map heen. Oh my god. What the fuck? We hebben 3 van de 10 punten. Hier het bewijs. 3 van de fucking 10 punten. We hebben alleen maar scavenger en een stok aanstaan. Ik heb op mijn fucking beeldscherm gespuwd. Sorry. Holy shit. Dit is insane. Wow. Let's go, ouwe. Ik heb mijn UAV ook nog staan. Ik heb nog combat focus staan. Ik ga wel mijn moddership inroepen nu op dit moment. Want ik moet er natuurlijk wel voor gebruiken, anders stelt hij niet. Maar holy shit, jongen. Dit is insane. Geef hem een high five. Dan komt dan. Nu, high five. Wil je een video? Wat is je naam? Engels Jeroen. Oké, laat mij hier liggen, ja. Laat mij hier liggen. Gaan we lekker je ding doen. Doei, Jeroen. Laat me mijn ding doen. Anders ga ik dood namelijk, Jeroen. Kom er anders in zitten bij me. Dat is ook goed. Dan kunnen we samen. Oké, daar gaan we, jongens. Here we fucking go. Kut ding, jongen. Ik zweer het je. Wat een klote ding is dit. Kijk, deze vent probeert ons te killen, zie je dat? Ze proberen ons te killen, die lullo's. Met je care package, jongen, dat gaat je niet lukken deze keer. Nou, we killen ze ook nog hard, gek, ik zweer het je. Oh, we zijn gekilled. Nee, we zijn gekilled. Motherfucker die je bent. Kom hier dan. Bitch. Moet je ons maar niet afschieten, lul. Oh, yo. Nou, wel weer lekker geschoten erin. Vind ik altijd wel leuk. Nou, we zijn helaas wel gekilled. Daar kon ik helaas ook niks aan doen, want ik zat in dat ding. Ik probeerde mezelf te verdedigen. Alleen, ja, weet je, daar kan ik ook niks aan doen. Oh, ik heb geen afterburner meer, dus ik kon die sprong niet eens halen. Oh, je ziet wel dat we echt wat perks zijn en wat attachments missen altijd. Maar ja, weet je, we gaan fucking beestjes. Dat is niet normaal meer. Die enemies worden echt gewoon gerekt eerste klas. Lekker bezig, Jeroen. Jeroen, kijk uit. Ik kom je helpen. Zo, dat is echt een teamwork, Jeroen. Let's go. Ah, ik word gepurified. Jeroen ook. Doei. Dat is geen teamwork. We gaan met z'n tweeën dood en wel op elkaar. We doen alles tegelijkertijd. Wat een rave. Hoe de fuck komen die enemies aan een rave? What the fuck? Oh, hij heeft 6 sense. Hij begint te schieten voordat hij je ziet. Hij heeft 6 sense. Hij weet dat ik eraan kom, want ik heb ook geen hardwired. Ik heb helemaal niks. Ik heb helemaal niks om iets meer te blokken. Lekker bezig. Ah, hij heeft nog steeds dat ding. Hoe lang duurt zo'n fucking purifier, jongen? Dat is echt niet normaal, hoor. We moeten nu wel voor een camp, want ze hebben een fucking rave in de lucht hangen. Ah, ik begin er terug te komen nu. Dat vind ik niet leuk. Ik heb mijn moddership gehaald, dus dan ga ik weer afzwakken, omdat ik mijn concentratie kwijt ben. Als ze die fucking sniper schiet uit voordat hij je ziet, jongen. Komt dus een 6 sense. Hij weet al wanneer ik het hoekje omkom. Oh, nog één. Fuck. Kutzooi. Begin is al lekker. Oh, sorry teammate, ik liet je doodgaan. Ik deed niet expres.
Misschien wel, maar dat weet je toch. Oh kut, die Raven natuurlijk. Fuck. Ik was die Raven alweer vergeten. Oh my god, contestant. Jongens! Oké, dat was handig. Gaat een fucking dingo. GG. GG, enemy, die had ik niet zien aankomen. Ik was aan het reloaden, want ik kan niks namelijk. Mag geen ander wapen gebruiken, helemaal niks. Bezig, boys. Oh, ze hebben nog een rave. God. Kut. Die sniper die is even de comeback aan het maken hier, maar hij gaat toch niet meer winnen, want hij is veel te laat ermee. Dan gaan we heel veel camp, want die rave zit in de lucht. Dat mag denk ik wel dan. Mag ik campen, jongens? Jawel, hè. Even campen, want ik heb geen blind, ik heb geen perks meer. Dus ik kan ook wel leuk zeggen, oh ja, die rave komen niet zien, want ik heb blind time. Nee, dat heb ik helemaal niet, want ik heb niks. Zit er een achter me. Ik hoorde je, vriend. Sorry voor de camp nu, hoor, enemies. Het spijt me, maar er zit een fucking ding in de lucht. Ah, lekker dan! Lekker dan, sniper. GG, bro. GG. Kijk. Woepa! Nice. Nice, brother. Lekker bezig. Sniper kan nog best wel goed schieten. Daar moet je voor oppassen, hoor. Die vent, die pak je nog best wel hard. Oké, de Ravens weer weg. Dan kunnen we weer. Heb je al een beetje red mijn leven? Nou, daar gaan we, hoor. Even dat vlaggetje pakken. Oh, oh, what the fuck. Ik hoorde hem al, maar mijn teammate knalde nog gelukkig af. Oh, what the fuck. Maar we hebben gewoon 63 kills. Ik vind het goed, joh. Met 3 van de 10 punten maar besteed. Dat is wel echt gewoon bruut weer, jongen. Sorry, sniper. Lekker bezig. Die camper killen. Oh, hij komt er al uit. De camper kwam er zelf al uit. Dan hoef ik hem ook niet te killen, nee. Hoppa, let's go. 68 op 16 met 6 captures en 18 defense. 8405 scoren. En de mothership gehaald. Dat houdt in dat we in de volgende aflevering, aflevering nummer 14, door moeten gaan naar de 2 van de 10 punten. Dat houdt in dat ik stok moet gaan weggooien. Dat houdt dat we alleen maar een Easter 1 met scavenger hebben. Dus dit gaat echt gewoon super moeilijk worden. We gaan wel gewoon ons best doen natuurlijk. Dus ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Als je genoten hebt, natuurlijk zoals kaart op like. Bedankt allemaal voor het kijken. Bedankt allemaal voor de support. En hopelijk tot de volgende keer. That's how we do it. Yeah. Bye bye mensen.